Goedemiddag, ik ben Patrick Steen, ik ben assemblagekunstenaar. Deze postduif is gemaakt van een oude elektrische pries of een stopcontact. Hier zie je de neus, hier worden de ogen gesymboliseerd. Er zitten ook stukken in van een voetjes, waar de postduiven zitten hier. Voetjes van een oude kachel, restanten van landbouwmachine. Deze drie stukken tezamen zijn in feite de uil of de postduif. Ik bevest dat op een sokkel voor de stevigheid. En zet dat hier ook op de boerderij bij boer Johan, zodanig dat het een beetje terug naar de natuur geïntegreerd wordt. Ik heb hier voor dit kunstwerk getrokken als sokkel een buis dat ik gelast heb op een ander sokkel. Dan een poeivoet, een oude bijtenstekker van de landbouwers gebruiken, mesjes van een maaibaar, een oude schub en terug de pin van een pikdorser. Deze zes stukken vormen de arend. Mijn werken zijn meestal gemaakt uit recyclagemateriaal dat ik terug nieuw leven inblaas. Dus de stukken zijn nu klaar, zijn gelast. Even een week of twee zijn in roesten en gaan nu nog een keer de laatste boenlaag in. En dat die boenlaag kun je ofwel invrijen of nog een keer op polieren. De bedoeling is dus dat dat binnen nu ergens gaat staan. Tenzij dat die kunstenaar of de bezitter van een kunstwerk zegt, ik ga het buitenland staan en nog een keer vernissen. Maar de bedoeling is dat dat... Ah ja, deze plaats kreeg je ergens thuis bij je bevriende kunstenaar. In dat geval mijn beste vriend van vroeger, Jan Willaert, de helikopterpiloot. De soldaat. Het geest daaraan is dat dat gemaakt is van een oude bankschroef. En dat er ook ogen in zitten. En een oude drinkenbak. Dus de bedoeling is ook dat ik al mijn werk ga signeren. Dus hier in dat geval headstone ingeschreven. Soms las ik erop. De meeste gevallen... Schijf ik erin, omdat je erop last, is het niet meer zo stabiel. De onderkant is dus een gewone uitgebrande sokkel. Dit is een kapmes. Hier de bankschroef en dan de drinkenbak. Dus die vier elementen zijn in feite genoeg voor de soldaat te suggereren. Eigendom nu van Kut van Lerberschie van Genoeg.